Ja, sie von Virus. Ja. Ja. Okay, gut. Wij gaan. Ik weet niet of het goed, of we goed hebben gecommuniceerd, omdat ik zie dat Rabbijn Katz ook met Hilchos Shabbos bezig is. Natuurlijk zijn er heel veel verschillende soorten van Hilchos Shabbos, maar misschien was het Ja, maar dat is heel wat anders. heel wat anders. Oké, okay, goed. Ja, misschien komen we bij jou ook nog wat tegen, maar Oké, okay, goed. in Maakt niet principe. uit. Maakt niet uit. Oké, okay, goed. Dan gaan wij door met Gemara Rosh Hashanah. En wel wil ik nog eventjes beginnen met de Mishne op Daf Lamet 30a. 30a. Hebt u dat? Lambert, ja, 30a. En het is de Mishne op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Op de 10, ongeveer de tiende regel van onder. De tiende regel van onderen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee. Wat, ben kan ik hem horen? Barishona, mat niet in. Mat niet in. Kijk. Mat niet in. Barishona, haya, halulaf, nital, bamikdash, Shiva. Ja, dus de laatste Mishnah op deze daf, ongeveer een regel of 10, 12 van beneden, waar de Mishnah dus, we hebben eerst de Mishnah gehad, dat men dus vroeger in de tijd van Beit HaMikdash daar heeft shofar geblazen, met alle problemen die we hebben gehad om die Mishnah op te lossen. En nu zijn we bij de tweede Mishnah. Barishona, ja, lulaf, nital, bemigdash, shiva. Dat wil zeggen, vroeger, oorspronkelijk, heeft men in Beit HaMikdash, heeft men de lulaf geschud, de lulaf genomen, op Sukkot, alle dagen van Yom Tov, uvamedina, Yom Echad, en in de buiten Beit HaMikdash, alleen maar één dag, de eerste dag. Hebt u die Mishnah? Ja, hè? Ja, Ja. Waarom heeft men in de staat namelijk Ulekachtem Lachem Beyom Harishon, de pasuk die daarover spreekt in de Torah, daar staat Ulekachtem Lachem Beyom Harishon, u zult nemen Lachem van uzelf, Beyom Harishon op de eerste dag, en dan de Lulaf, hè? De Lulaf-tak met Aravot, Hadassim en de Etrog. En dan staat er verder nog een pasuk. Daar staat Usmachtem lefnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. En de lulav is een teken ook een teken van Simchas Yontef, van de vreugde van Yontef. En de pasuk zegt Usmachtem en jullie zullen verheugd zijn, jullie zullen blij zijn, jullie zullen in blijheid de Yontef vieren. Lefnei Hashem Elokechem, voor de Hashem Elokechem, Shivat Yamim, 7 dagen. En wordt altijd uitgelegd, de woorden Usmachtem, Lifnei Hashem, dat Lifnei Hashem betekent voor Hashem, letterlijk. Dus dat wil zeggen, in het Beit HaMikdash. Daar is het zo geweest dat de lulav als teken van de Simchas Yontef de hele 7 dagen werd gebruikt, maar terwijl in de buiten buiten het Beit HaMikdash gold alleen de regel Ulekachtem Lachem. Jullie moeten nemen de lulaf en op de eerste dag en die dus schudden. En u weet bovendien, hè, dat het woordje Lachem, dat heeft nog een andere betekenis, een halachische betekenis. Dat betekent dat de eerste dag behoort die lulaf van jezelf te zijn. Is altijd het probleem als iemand geen lulaf heeft aangeschaft. En vroeger was dat nog veel meer, laten we zeggen, voor onze tijd, dus in het begin van de vorige eeuw, toen het veel moeilijker was om het lulaf te krijgen uit de warme landen. Dan was het zo dat zo'n kille in Oost-Europa, die had maar 1 of 2 lulavim. En die moest dus de eerste dag, moest je die aan de andere, die de mitzvah ook wilde doen, moest je een echt cadeau geven. Je moest een cadeau geven, zodat die lulaf echt van hem was,
zodat de andere de mitzwa kon doen met zijn eigen lulav. Maar dat even terzijde, dat is de halachische bijkomstigheid die wel belangrijk is, maar daar hebben we het verder niet direct over. In ieder geval zegt de Mishnah, Barishana, ya lulav nital b'miknas shiva, dus oorspronkelijk was het zo dat de lulav in de Beis HaMikdash, zoals gezegd, op grond van de pasroek in de Torah, alle zeven dagen werd gebruikt. En in de Medina, dat wil zeggen buiten Jerusalem, alleen maar één dag. En Mishigarev Beit HaMikdash, vanaf het moment dat het Beit HaMikdash niet meer bestond, verwoest was, het kin Rabban Jochman en Zakkai, heeft diezelfde Rabban Jochman en Zakkai, die we al tegengekomen zijn in de vorige Mishnah met betrekking tot de shofarblazen, die heeft nu ook vastgesteld als hoofd van het Sanhedrin, dat Sheyehe Lulav Nital Bamedina Shiva, dat we ook de Lulav gebruiken buiten, zoals nu in de gehele wereld, zeg maar, dus buiten de Jerusalem en de plaats van de Beit HaMikdash, zeven dagen, en dat doen we, Zegel en Mikdash, als herinnering aan het Mikdash. En dan vraagt de Gemore, als we nu de Gemore doorgaan, de voor de hand liggende, maar ons misschien wat merkwaardig voorkomende vraag. En vraagt de Gemore, Uminalan, de Ofdinan, Zegel en Mikdash. Waar weten we van? We proberen toch alle onze minagim zelfs, proberen we terug te linken aan een pasoek in Tenach. En nu vraagt de Gemara, waar weten we van dat wij dat doen überhaupt? Dat er iets is, een regel, dat we doen zegel en mikdash. Ons komt dat, die vraag misschien wat merkwaardig voor, want wij doen heel veel dingen, zegen aan allerlei dingen, aan allerlei gedenken is een soort hoofdmenu geworden voor ons helaas in deze tijd. Vaak helaas van niet aangename dingen, maar soms ook van wel aangename dingen. In ieder geval, waar weten we dat van? En dat brengt een pasoek uit Jeremiahu. En die pasoek die luidt als volgt. De Amakra, er komt een pasoek voor in Jeremia. En die spreekt, daar zegt de profeet uit naam van Hashem, zegt het volgende. Ik heb jullie dus, voorafgaande psukim, is het volk is helaas, de tempel is verwoest, het volk is in Galut gegaan, maar ik zal jullie weer letterlijk genezen, zal ik jullie weer erbovenop helpen. En van jullie makkers, letterlijk, hè, van jullie wonden, van jullie alles wat jullie overkomen is in negatieve zin, erpaeg, zal ik jullie weer gezond maken. Neum Hashem. Zo spreekt Hashem. Ki nidacha karulach. Want nu noemt men jullie in de hele wereld de verstotene. De verstotene. De eeuwige Jood. De dwalende Jood. Zion hi. En in wezen zijn jullie afkomstig van Zion. En Zion doresh een la. Niemand spreekt meer over Zion. Het is afgedaan. Het is een verwoeste stad geworden. Zion. Michlal, zegt de Gemara, Michlal uit deze pasoek dus, kun je concluderen, daar blijkt uit, de Bayadrisha, de pasoek zegt, Doresh Ela, niemand herdenkt jou nog. Daar Michlal, daaruit blijkt, de Bayadrisha, dat je het wel moet gedenken, dat je een zegen moet instellen, dat het juist is om zelfs de dingen die verloren zijn gegaan van ons, om die juist wel te gedenken. En dat doen we eigenlijk het hele jaar door, zou je kunnen zeggen. We gedenken om de haverklap alle dingen die geweest zijn in de tijd van het Beit HaMikdash. En we willen het graag terug hebben. En zegen doen is dus in wezen een goede gewoonte die je terug kunt vinden eigenlijk in deze pasoek en misschien ook nog wel andere psukim. Maar in ieder geval, het is niet zo ongewoon om dat te doen. Dus dat is duidelijk. Hè? Ja, drie keer per dag in de Shmoneh Esrei, we tegen zenuwen en in de Moshoeva. Ja, precies.
Precies. Dat mensen het zeggen en niet precies de kabonen van de Joodse zijn met die. Ja, dat is wat anders. Maar in principe. Ja, ik kom direct met het einde van de Mishnah nog hier op terug. Want de Mishnah zegt nu nog een hele merkwaardige voor ons opmerking. En die zegt het volgende: dat heeft Rabbi Yoram en Zakkai ook ingesteld. Luister goed. Sheye Yom Hennef. Kulo Asur. Wat is de Yom Hennef? Yom Hennef is de dag waarop je Gadash wordt. Het is zo, u weet misschien dat uitgaande de eerste dag Pesach, dus dat is de 15e Nisan, s'avonds, na nacht, heeft men afgesneden, heeft men in orde gemaakt, de Omer. Dat wil zeggen, de Omer was een graanoffer dat de volgende dag gebracht werd. Dat graanoffer bestond uit de eerstelingen van de gerst. En voordat die omer gebracht werd, voordat dat offer in het Beit HaMikdash gebracht werd, mocht men niet eten van de nieuwe oogst van alle graansoorten die dus gegroeid zijn tot en rijp waren geworden in de tijd van Pesach. Dat heette Gadash, dat is de nieuwe oogst, en die mocht dus niet gegeten worden tot de omer gebracht werd. Sinds het Beit HaMikdash er niet meer is, mag die Gadash gegeten worden vanaf 's ochtends vroeg de 16e, en in hoeverre, daar ga ik nu verder niet op in hoeverre, dit issoer, het verbod van Gadash, dus gebakken dingen te eten van de nieuwe graansoorten, ook vandaag nog overal in en buiten Israël van kracht is. Daar zijn verschillende meningen over. Er zijn meningen die zeggen dat het geldt niet meer vandaag, omdat het oma niet meer geldt. Er zijn meningen die zeggen, men als zeker doet men het wel nog. Ik weet dat men vroeger, heeft men ook in Nederland daar wel op gelet enigszins. Tegenwoordig is het zo kennelijk dat daar let men niet meer zo erg zeer op. Die galas is trouwens al lang gemaaid voordat de 16e van de maand Nisan aanbreekt. Maar in ieder geval, die Rabbi Yoram en Zakkai, die heeft gezegd, Jehe Yom Hennef Kolo Asur, de Gadash, de nieuwe oogst, mag je niet eten de hele 16e Nisan. En daar komt de Gemara nu uitvoerig op terug. En daar moet ik een kleine inleidingetje misschien bij geven. En het volgende zeggen. Dat moeten we even weten voordat we de volgende Gemara leren. Het is zo dat, ik moet altijd bij hier een bedenken, er is de eerste, weet u dat, de eerste ambassadeur van Israël, de eerste ambassadeur van Nederland in Israël, in de jaren 1948, dus direct na het ontstaan van de Medinat Israël, en daarop volgende jaren, was ene meneer Nederbracht. Meneer Nederbracht was een uitermate pro-Israël. Ik denk dat hij staatkundig dat hij bij de SG hoorde. Zo echt een iemand, christenen voor Israël, buitengewoon pro-Israël was. Hij heeft een boek geschreven, ik heb dat boek, een heel interessant boek. Is interessant op grond van alle politieke dingen die hij beschrijft. Hij was dus in de eerste tijd van Israël, was hij de ambassadeur. Hij heeft dus de hele eerste oorlog met de Arabieren meegemaakt, met alle Nissim, alle wonderen waarmee Israël toen de strijd heeft gewonnen. Maar hij was erg pro-Israël. En hij schrijft in een van zijn artikelen in dat boek, schrijft hij het volgende. Er was toen nog die grote strijd, zoals u weet, onder andere om Jeruzalem. Je ziet tegenwoordig nog de resten van die auto's die toen naar Jeruzalem gingen met het Israëlische leger, die helaas aangeschoten werden, die onderweg hebben ze die laten staan als herinnering in de berm van de weg. Ik geloof dat ze nog wel te zien zijn als je naar Jeruzalem rijdt. Panzer. En dan schrijft hij, als je ziet, schrijft hij hoe de strijd wordt
strijd wordt geleverd om Jeruzalem, dan vraag ik me af of het niet zo moet zijn dat de enige aan wie de stad toekomt, is het volk dat niets anders gedaan heeft dan 2000 jaar lang iedere dag 3 keer een gebed uitspreekt voor Jeruzalem. Dat schrijft hij toen al in 1948. En dat is eigenlijk het wat we terugvinden nu in deze Gemara. Rabbi Jochanan Zakkai zegt, die Yom Hanef, die dag die dus herinnert aan het brengen van de Omer, die 16e Nisan, dan moet je de hele dag, mag je geen gadas, geen nieuwe oogst eten. Dat heeft te maken met een pasuk in de Torah, met onze verplichtingen, met mitzvah tuluya ba'aretz, en daar mag je niet van afwijken, ad hayom hazeh. Hoe zit het namelijk? Wat staat er namelijk in de pasuk? De pasuk, dat is de parsha die degene die regelmatig zoek komt, weet dat het wordt iedere jontef wordt dat gelijnd. Ele mode Hashem, dit zijn de feesten van Hashem, Hashem tikrotam moadam, die jullie dus moeten vieren. Daar weer meneer Israël, spreekt tot meneer Israël, zegt Hashem, kitavo el aretz, wanneer jullie zult komen naar het land, Hashem nino telachem, dat ik jullie geef, ook tzartem et ketsira, en jullie zult het oogsten maken, maaien, waar weetem, het omer, dan moeten jullie brengen de omer, reishit ketsirchem, de eerstelingen van de oogst, dat was Pesach, was dat de gerst, en la kohen naar de Beit HaMikdash, naar de tempel. Wehenif et haomer, lefne Hashem lezonchem. Hij moet die overbrengen als korban. Henif is letterlijk een wending maken. In tenufa, dat was wanneer een offer gebracht werd. Dan moest degene die dat offer bracht, wanneer het een particulier offer was, die moest zijn handen onder of op wat hij bracht als offer opleggen. En de kohen legde zijn handen eronder. En dan moest die, er werd dan sommigen zeggen het werd door de kohen even omhoog opgeheven als teken dat hij het aannam als offer, of dat hij een draai moest maken. In ieder geval, je niet met de omer van Hashem, je moest de omer, die moest hem voor Hakadosh Baruch Hu brengen, mimochrat Shabbat, en wel op de dag na de eerste dag Yontef, na de eerste dag Yontef Pesach, jenifenu hakohen. En dan staat er, en bij dat offer moesten jullie brengen kebes, een schaapje enzovoort. En dan staat er verder, we leggen we kalieve garmel, lotoglu, brood en verse graankorrels mag je niet eten tot op die dag, ataviachem et korban elokechem, totdat jullie dit offer, deze omer, hebben gebracht als omer voor Hashem in het Beit HaMikdash. En dan pas mag je daarvan genieten. En nu, wat zegt dus nu Rabbi Jochem en Zakkai, van die nieuwe oogst, van die nieuwe graanoogst, wil ik nu de Beit HaMikdash niet meer bestaat en Omer ook niet meer gebracht mag, kan worden, als herinnering daaraan, wil ik dat het verboden is om die nieuwe oogst te eten, totdat die 16e dag waarop dus in principe die omer gebracht werd, totdat die voorbij was. Dus de Yom Henef, Kulo Asur, die moet helemaal verboden zijn om te eten. Nou, dat is dus wat Rabbi Jochanan Zakkai zegt. En nu krijgen we een interessante, een discussie, een echt een beetje analytisch denken is, en die het is een beetje een virtuele discussie. U zult zien wat ik daarmee bedoel. Vraag de Gemara, Maitama, wat is de reden dat Rabbi Jochanan Zakkai het nu verbiedt? Nu, we weten toch, er bestaat niet meer het omer, het wordt niet meer gebracht. Je hoeft niet meer te wachten de volgende dag tot op de 16e het omer gebracht werd. In principe zou je dus tegenwoordig de nieuwe oogst reeds mogen gebruiken vanaf de 16e, dus de eerste dag Chol HaMoed, 's ochtends vroeg. Want ik ben niet meer afhankelijk van het brengen van het omer. Dus mij tame, wat is de reden dat Rabbi Jochanan Zakkai dit verbiedt? En nu komt dus de discussie. Een interessante discussie, moet je goed erbij blijven.
Hij zegt het volgende. Mehera yibaneh beit hamikdash. We hopen toch dat binnenkort, en dat kan iedere dag zijn, maar we hopen dat binnenkort het beit hamikdash herbouwd zal worden. En wat gebeurt er dan? Yomru, dan zou, wanneer het beit hamikdash gebouwd is, stel dat het beit hamikdash nu gebouwd wordt. Ja? En dat we dus met andere woorden aanstaande Pesach een omeroffer moeten brengen. Wat gebeurt er? Yomru, dan zouden de mensen zeggen of denken, Eshtakat, verleden jaar, Milor Galnu Beheer Mizrach, hebben we toen niet al gegeten van de nieuwe oogst vanaf de 16e, 's ochtends vroeg. Achshav, nu, Nami Negal. Kunnen we hem ook van 's ochtends vroeg eten? Terwijl dat niet mag, omdat nu bestaat het Beit HaMikdash wel weer. En nu moet je wachten totdat de omer gebracht is. We loyadi. En de mensen zullen zich niet realiseren. De ishtaket lohabe omer. Dat vorig jaar niet de omer gebracht werd. En heir mizrach hetir. En het toegestaan was van de 16e 's ochtends heel vroeg. Om al te eten van die nieuwe oogst. Ja? Hashta deka omer. Terwijl nu in het nieuwe jaar, nu de Beit HaMikdash er wel weer is, Omer Matir is de Omer het, het brengen van de Omer, die pas de hetter maakt, die pas de toestemming geeft om die nieuwe oogst te eten. Begrijpen jullie de antwoord? Duidelijk, hè? Stel, Beit HaMikdash wordt nu herbouwd, dan is de situatie aanstaande Pesach anders dan vorig jaar, maar de mensen zouden de vergissing kunnen maken en zeggen, nou, we hebben vorig jaar en alle voorafgaande jaren hebben we toch vanaf de 16e 's ochtends vroeg al mogen eten van de nieuwe oogst. Waarom mogen we dat nu niet? En in wezen is het een issur d'oraita, is het een verbod van de Torah, want ik heb net de pasuk aan u voorgelezen waarin duidelijk staat, we leggen bekalieve gamel lotoglu, dat je mag niet gebruik maken van die nieuwe oogst voordat die omer gegeven is. Op die manier maak je tot, weliswaar misschien tot een shogek, tot een ongeluk, maar je maakt dat de mensen per shogek iets fout doen, wat je kunt voorkomen door te zeggen, nou, weet je wat, ik doe het even zo, dat nu ook nu de tempel niet bestaat, dat ik zeg, je moet pas een nieuwe oogst gaan eten vanaf de 17e, zodat je niet kunt komen tot de fout die je kunt maken op de 16e. Dat is duidelijk, hè? Nee, vraag. En nu gaat de Gemara een wat theoretische discussie voeren. En nu vraag ik maar het volgende. Hoe moet ik dat nou zien? Ilema de evenibe shitsar. Wil je zeggen dat de Beit HaMikdash net weer afgebouwd is op de 16e van de maand? Op de 16e, dus de tweede dag Pesach. Hare heir mizrach hetir. Dan is dat wel, dan bestaat die Beit HaMikdash bestaat dan wel in de loop van de 16e, van die tweede dag Pesach. Maar 's ochtends vroeg bestond het nog niet. Het is afgebouwd op de 16e in de loop van de dag. En die 16e mocht je vanaf 's ochtends sowieso eten, want toen bestond de tempel nog niet. Met andere woorden, hoe zit dat in elkaar? Dus wil je zeggen, we spreken van het feit dat de tempel gebouwd is in de loop van de zevende, van die 16e dag? Dat kan niet. Wat dan wel? Ella, de Evni Bagamesar. Wat wil je dan zeggen? Dan moet je zeggen, de tempel is gebouwd op de 15e. Ja, dat wil zeggen een dag eerder. Dat wil zeggen op Yontif. Kom er direct even op terug. Maar even, de gemoor bedoelt even, inderdaad, op Yontif. Ja, op Yontif. En dan nog zeg ik, als dat zo is, dan was er toch niet tijd genoeg geweest om nog op die 15e, om dan nog s'avonds te gaan de oma af te knippen en dan het allemaal nog in orde te maken voor de volgende dag. Dan
was de omer gebracht op een later tijdstip in de loop van de dag van de 16e. Maar Mechatzota Yom Ulalan Listeri, vanaf het midden van de dag, ja, vanaf Chatzot, had je zeker alweer mogen gebruik maken van die nieuwe oogst. Want tot midden, in ieder geval, dat Beit HaMikdash was al klaar in de late uren van de 15e. 16e bestond het Beit HaMikdash. Je kon dus op de 16e in principe, moest je wachten met het eten van de nieuwe oogst. Maar dat wachten hoefde alleen maar tot Chatzot. 'S Ochtends mocht je nog niet eten, want de tempel bestond wel al. Maar de omer kon niet gebracht worden, gewoon uit technische overweging. Omdat de tempel te laat klaar was op de 15e. En het hele afmaaien van de omer kon je ook alleen maar doen op het moment dat de Beit HaMikdash staat. Maar van het midden van de dag op de 16e, dan moet het dus... Moet het goed zijn geweest. En dat weten we ook dat zo was. Want, zegt de Gemara, de Hatzenan, we hebben geleerd in een andere Mishnah, dat Harechokin, degene die ver weg wonen van Jerusalem, Mutarin, hun was het toegestaan te gebruiken de nieuwe oogst, Megatzot HaYom Ulalan, vanaf de midden van de dag, van de 16e, Levish 1 Betin met Aslinbo, want Betin is niet zo lui dat ze alles uitstellen. Het zou zeker zo geweest zijn dat ze dan die hele kwestie van de omer gedurende de eerste uren van de 16e hadden afgehandeld, zodat vanaf de Chatzot hier zeker gebruik had mogen maken van die nieuwe oogst. En dus waarom, zegt Rabbi Yochanan Zakkai, moet je de hele dag wachten? Had voldoende geweest en had voldoende gommer gemaakt, om het zo maar uit te drukken. Er was voldoende een verzwarende instelling gemaakt te hebben door te zeggen, weet je wat, de eerste helft van de dag mag het nog niet gegeten worden voor het geval dat Beit HaMikdash dus gebouwd is op de 15e van de maand. Maar ook dan is het zeker zo dat die omer gebracht werd gedurende de eerste helft van de 16e. Dus het is een beetje een theoretische discussie die hier gevoerd wordt. De verklaarders zeggen wel erop het volgende. Je kunt natuurlijk je afvragen, wat is dat voor een merkwaardige opvatting, dat de tempel gebouwd werd op de 15e of op de 16e. En 15e was er überhaupt Jontef. Daar worden verschillende verklaringen opgegeven. Een van de voor de hand liggende verklaringen hierbij, maar dat maakt dus de discussie ook wat theoretischer zou je kunnen zeggen, is de volgende. Dat u weet dat helaas zijn wij in het tweede galoet op dit moment. Dat galoet duurt al ruim 2000 jaar. En in principe is het zo dat alle meforshim en alle filosofen en alle en überhaupt ook de profeten zelf gaan ervan uit dat de één keer zal de verlossing komen en dan zal er een derde Beit HaMikdash worden gebouwd. Wat daarin precies gebeurt met de dienst, dat is niet aan ons om nu over te gaan filosoferen. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat er een derde Beit HaMikdash komt. En we gaan er eigenlijk van uit dat de dienst zoals die vroeger was in de verleden tijd, dat die, zo hopen wij, weer ingesteld wordt. Je kunt er allerlei vragen over. Daar heb ik direct nog een interessante opmerking over trouwens. Je kunt er allerlei vragen over stellen. Want een heleboel mensen zeggen, ja, die offers van toen, dat zegt ons tegenwoordig niet meer veel, et cetera, et cetera. Maar daar kom ik zo even op terug. Maar in principe is het zo dat de Meforshim zeggen dat dat nieuwe derde bij Samikdash, dat zal door Hashem zelf worden ingesteld. Dat zal niet gebouwd worden zoals in de tijd van Shlomo HaMelech, dat zo'n lange tijd geduurd heeft om gebouwd te worden. HaKadosh Baruch Hu, hoe kan dat op het moment dat de uiteindelijke verlossing komt, direct instellen? En dan kun je dus deze discussie op die manier voeren. Dus dat is gewoon een aanvulling van de Meforshim, omdat het natuurlijk vreemd overkomt anders
op ons van te zeggen, nou, dat Betamikdas werd vlug eventjes gebouwd op de 15e en op de 16e. En bovendien is het dus zo dat in de tijd van de uiteindelijke verlossing, dan kan dat Betamikdas dus ook in principe gebouwd worden op Yontef. Dat is er geen probleem meer. U weet dat met name de profeet Jecheskel heel uitvoerig is over de toekomst en de bouw van het derde Betamikdas, even dat terzijde. Die opmerking die ik wilde maken, dat is het volgende. Ik heb van de week geluisterd naar een shiur die gegeven werd door een meneer die heet Micha Goldman. Dat is een meneer in Israël en die heeft een shiur gegeven op basis van de filosofie, zeg maar, van Rabbi Rav Zaks, Zichrono Livracha, de onlangs overleden oprabijn van UK, van Engeland. En dat is een heel interessante shiur geweest, want de titel van die shiur was religie, probleem, oplossing, religie. En hij gaat er heel diep in op wij in onze tijd, wij zijn buitengewoon, onze hele opleiding en opvoeding en onze hele kijk op de wereld is een heel andere dan een eigenlijk religieuze. Goed, mensen die religieus zijn, die proberen dat te combineren, Torah en Derech Eretz, maar wij zijn echt materialistisch, eigenlijk technisch, materialistisch, maar weinig filosofisch eigenlijk opgevoed. He, alles is techniek, alles is materialisme en achtergronden. Dat is een beetje op de achtergrond geraakt. Maar zegt hij, en ik kan die hele shiur niet herhalen, maar van een interessante opmerking, in wezen is eigenlijk wat de mens nodig heeft voor zijn geest, en wat hij moet hebben, en het hele principe van zelfs het dualistische en het kijken naar de techniek en ook het bewust religieus zijn, vind je allemaal terug in de Torah. Voorbeeld, als ik zit, zegt hij, bij iemand en die biedt mij een groot stuk taart aan en ik zeg dan, ja nee, dat wil ik niet eten, want ik wil op mijn gewicht letten, dan zegt iedereen, oh prachtig, heb ik helemaal veel begrip voor. En als ik bij diezelfde meneer, die niet religieus is, zit en ik krijg een stuk vlees voorgezet en ik zeg, dat eet ik niet, dat is niet kasher, dan zegt hij, oh, doet u nog aan die ouderwetse dingen mee. Maar in wezen, zegt hij, het is precies hetzelfde. Alleen wij zijn zo gewend om ons te spiegelen aan de moderne techniek en alles wat oud is, dan maar als een beetje oud te beschouwen. En dat is eigenlijk helemaal niet goed. Ik vond het een heel interessante sier. Het werpt een heleboel licht op de manier waarop wij leven en eigenlijk niet zouden moeten leven, ook in een moderne maatschappij. Maar dat zie je dus hierin ook terug met deze discussie, zou je kunnen zeggen. De discussie lijkt ons wat merkwaardig, maar moet je indenken in de situatie van de Torah, de opvoeding zoals de Torah wil, dat men de kinderen en de volgende geslacht opvoedt met veel meer, laten we zeggen, de nadruk op het wegblijven van alle tegenwoordige immorele en toestanden die eigenlijk, zoals de Marabre ook zegt, gebracht heeft tot de Groba Mesamik. Dus daar moeten we wel misschien meer aandacht aan besteden. Het was een heel moderne jonge man trouwens, maar het was een heel interessante shiur. Oké, dat hebben we terzijde. Ik zou nog één opmerking willen maken. We spreken over de bouw van het Beit HaMikdash op de 15e. Ja? Maar onze profetie laat zien dat eigenlijk het vorige Beit HaMikdash, tweede Beit HaMikdash, in vuur naar de hemel is gegaan. En Kodesh Baruch Hu zal in vuur het Beit HaMikdash weer terugbrengen. Ja, maar de vraag is, moet je dat letterlijk als vuur beschouwen? Want als het in vuur terugkomt, ja,
dan betekent dat dat we daar kunnen we niet naar binnen gaan. Want de mens is gevoelig voor vuur. Maar ik denk dat je dat vuur, zoals het ook staat in het gebed van Nacheem, wat we zeggen op Tisha B'Av, in vuur hebt u de tempel verwoest en in vuur zult u haar weer opbouwen. Ik denk dat dat betekent in vuur als een soort uitdrukking voor zekerheid, met kracht, met niet meer gevoelig zijnde voor een nieuwe verwoesting. Ja, maar ik zie dat zo, dat als ik dat goed begrijp, die profetie, dan komt dat Beit HaMikdash komt aan blok naar beneden. Ja, precies, dat is de basis van deze discussie. Ja. Anders kun je die discussie niet voeren van wanneer is het gebouwd. Ja. Dan kan ik zeggen, het is gebouwd. Ik zeg dus op de 15e komt het naar beneden en precies. Staat daar aan blok weer op Harabait. Ja. Hij schrijft dat ook hier in de verklaring. En zegt, wij gaan ervan uit dat de oude Beit HaMikdash is gebouwd bij de Adam. Maar Beit HaMikdash is Shlishi, Sheibane le'atit lavo, bij de Shamayim Yibane. Dat zal direct worden gemaakt door Kodesh Baruch Hu zelf. En dan ook, Efshar Shimonim Biontuf. Dan kan het ook op Biontuf zijn. Op Belailo of s'nachts. En dan kun je deze op grond daarvan kun je deze discussie voor. Als je dat niet aanneemt, dan is deze discussie heb je niks eraan. Maar nee, juist aannemende. Ik zie dat dus dat het zo aan blok naar beneden komt. En dat daar staat dus. Dan zouden we de volgende dag zouden we inderdaad de omen kunnen snijden. Ja. Precies. En dat is zeker de basis op grond waarvan deze discussie gevoerd kan worden. Want anders is deze discussie zinloos. Dus is het inderdaad, dat klopt. Ja. Is het een soort snelheid waarmee het komt? Een soort tijdloosheid? Waar dan eigenlijk dat vuur voor staat? Voor de toekomst. Ja, dus een soort snelheid waar ook eigenlijk geen tijd eigenlijk niet een belangrijke rol speelt. Klopt. Het interessante is dat eigenlijk wij, of tenminste de Gemara, en wij zijn heel weinig, moet ik zeggen, we verdiepen ons maar heel, heel beperkt in de filosofie van de toekomst. Dat is zoiets wat me'alla teva, boven de gewone natuur zal zijn, dat onttrekt zich op dit moment aan ons image, aan wat we ons kunnen voorstellen. En het interessante is dat zelfs de Rambam, Maimonides, die spreekt wel heel even over de uiteindelijke toekomst, maar hij zegt, de komst van de Moshiach in wezen, zal voornamelijk bestaan uit het feit dat de Shibut Malchiot, het feit dat het Joodse volk vaak door andere volken Atayomazee tot vandaag beschouwd wordt als tweede rangs, dat zal voorbij zijn. Dat zal niet meer bestaan. Dat is voorbij. Maar over de bouw van een nieuwe Beit HaMikdash, over het Giat HaMetim, het leven van degene die niet meer leven, wat dat precies betekent is en wat daar de betekenis van is, daar wordt heel weinig over gefilosofeerd. En er zijn heel veel verschillende meningen over, maar niemand weet dat precies uiteindelijk. En het enige wat we kunnen zeggen is dat het is me alla teva, dat het zullen zijn dingen die boven anders zijn dan onze dan wat weggewend zijn, boven de natuur. En als je beschouwt, ik heb er wel eens meer over gehad in andere shiurim, als je kijkt de manier waarop de Medinat Israël ontstaan is in 48, dan ben je genoeg al geconfronteerd met wonderen die eigenlijk van tevoren, als je dat van tevoren iemand had verteld, dat het kleine Israël daar zich zou staande houden en de macht zou worden boven de veelvuldige, veel grotere Arabische omgeving. Niemand had dat voor mogelijk gehouden. En het is maar, zoals Weizmann gezegd heeft, wat aan Weizmann wordt het, geloof ik, de eerste president van Israël wordt toegeschreven, wie nu niet aan wonder gelooft, die is geen realist, heeft hij gezegd. Dus met andere woorden, inderdaad. Maar wij zijn zo, de mensen zijn, en dat is ook altijd
de discussie tussen mensen die wel en niet religieus zijn. De niet-religieuze mensen zijn zo vreselijk gebakken aan de techniek en alles moet precies bewijsbaar zijn en moet passen in allerlei vormen, dat alles wat daar buiten valt, dat klopt dan niet of dat wordt niet aangenomen. Maar goed, dat is het verschil tussen natuurwetenschap en religie. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar het is niet zo dat de ene de absolute waarheid is en de andere daarom dus niet waar is. Het is helemaal niet zo, misschien is het wel omgekeerd. Ja, dat weten we niet. Maar goed, in ieder geval, ik vond het een interessante discussie natuurlijk. En met alle, we zijn er nog niet helemaal uit, want we willen nog even verklaren, hoe weet ik dus nu, dat waarom heeft Rabbi Jochanan Zakkai gezegd, je mag vanaf 's ochtends het niet meer doen, want zou de tempel dus gebouwd zijn op de 15e, dan had je toch vanaf de volgende dag, de midden van de dag, zeker de nieuwe oogst mogen eten. En wanneer de 16e gebouwd zou zijn en in de ochtend nog niet klaar zou zijn geweest, ze zou pas naar beneden, zoals Frank Levy, naar beneden gekomen zijn in de loop van de 16e, dan was het in de ochtend, had je het nog mogen gebruiken. Want toen bestond die tempel nog niet. Dus in ieder geval, waarom de hele dag? Dus Nitzrega, zegt de Gemora uiteindelijk als oplossing, het kan alleen maar zo zijn dat de mening van Rabbi Yochanan Zakkai, die is gebaseerd op het feit, de Ivne Begamesar, dat het Beit HaMikdash gebouwd is op de 15e Samoch Leskirat HaGamra, dicht bij de avond, en dat Inami de Ibni Belela, of zelfs nog later gedurende de nacht. En dan heb je een situatie dat de volgende ochtend, ja, dan had je met enige moeite de Omer kunnen brengen. En dan heb je een situatie dat je dus de hele dag eigenlijk van de nieuwe oogst nog niet mag eten. En dat is het enige moment waarvan je kunt zeggen, op grond daarvan, van die overweging, heeft Rabbi Yochanan Zakkai gezegd, nou, je mag, ik wil instelling maken, dat je dus de hele 16e Nisan, de hele tweede dag Yontef, nog niet mag eten van de nieuwe oogst, want dit is nog een situatie waarin je inderdaad, de tempel is net gebouwd, maar net op tijd, nog net voor het begin van de 16e, zodat de 16e 's ochtends stond die tempel al. Maar dan, als die tempel stond, mag je dus nog niet de omer eten. En dan krijg je een situatie dat je dus vanaf 's ochtends vroeg al niet van de nieuwe oogst mag eten. En daarom zeg ik, Rabbi Yochanan Zakkai, laten we het zo instellen dat altijd, ook in de tijd van de galut, juist om geen fouten te maken op het moment dat het, naar we hopen, weer verandert, dat we de fout niet maken, dat we op de 16e al eten van de nieuwe oogst, terwijl het dan in zo'n situatie nou net niet mag. Duidelijk, hè? Dit is echt een analytische discussie, zeg maar. Oké, goed. Nu gaat ik er maar verder en zegt, ik moet nog één ding eraan toegen, zegt de Gemara. Rabban Yochanan ben Zakkai beshittat Rabbi Yehuda Amara. Zegt de Gemara, al mijn bronnen nakijk, dan moet ik zeggen dat die uitspraak van Rabbi Yochanan ben Zakkai, namelijk, je mag van begin van de dag, mag je niet mag je nog niet van de nieuwe oogst eten. Dat is een uitspraak op grond van de uitspraken van eerder van Rabbi Yehuda. Wat heeft Rabbi Yehuda namelijk gezegd? Rabbi Yehuda zegt, daar staat in het pasuk, je mag niet eten. Aan het begin van de shiur heb ik die geciteerd. Jullie mogen niet eten. Leggen bekali, brood en gebrande korrels mag je niet eten. At etzem hayom hazeh. At etzem. En dat zegt Rabbi Yehuda. At atzmo shalom. De atzmo betekent tot het echt
etsem is de, hoe moet je dat vertalen, de tot echt in de echt deze dag. En het woord ad etsem, dat bedoel ik mee tot en ad hu waad bichlal. Het is deze dag, maar de hele dag. Tot en met deze hele dag. Ad etsem moet je vertalen, ik mag niet eten van de nieuwe oogst. Ad etsem, tot en met hayom hazeh. En dat betekent dus, de kassavar, dat betekent dus dat deze dien, dat is helemaal niet iets nieuws van Rabbi Jochem en Zakkai, maar dat is een issur d'oraita. Het is een echte verbod van de Torah zelf. De Torah zelf zegt eigenlijk, hoe het ook zij, ook in de tijd van de Beit HaMikdash, ook wanneer je zou zeggen, tegen de middag is toch die omer eigenlijk al gebracht en zou je van de nieuwe oogst mogen eten, zegt nee, Rabbi Yehuda zegt dat de pasuk waarin staat, jullie mogen niet eten van de nieuwe oogst, ad et semayomaze, dat moet je vertalen met tot en met deze 16e Nisan, tot en met deze dag. Dus met andere woorden, wat die Rabbi Yochanan zegt, zegt eigenlijk helemaal niks nieuws. En daarop zegt nu de Gemara, omi savale kavate, zegt Rabbi Yochanan Zakkai, denk je werkelijk dat hij het eens is met de woorden van Rabbi Yehuda? Waar miflug peligmale, hij is daarmee in tegenspraak, hij heeft een meningsverschil met die Rabbi Yehuda, dit zijn naam, want het staat toch duidelijk in de Mishneh, Mishigarev Beit HaMikdash, vanaf het moment dat het Beit HaMikdash niet meer bestond, toen Hitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, heeft Rabbi Yochanan ben Zakkai ingesteld, Sheyad Yom Henef Kulo Asur, dat je niet daarvan mocht eten, de hele 16e. Amar Rabbi Yehuda, en daarop zegt Rabbi Yehuda, wat wil jij dat instellen, Rabbi Yochanan? Hallo met het Torah, Wasur. Het is toch al van het Torah verboden? Want er staat at etse mayonze. Er staat zonder me in het Torah. Tot en met deze hele dag mag je eten. Wat kom jij me daarvoor voor nieuws vertellen? Dat is een Torah, zegt dat al. Zegt de gemoor, nee. Dat is leuk dat je dat zo brengt. Maar in wezen, hatam Rabbi Yehudahu de Katai. Rabbi Yehuda heeft... in wezen heeft hij de woorden van Rabbi Yochanan zijn verkeerd ingeschat. Want Rabbi Yochanan Zakkai heeft inderdaad een andere mening. Iyur Savar, Rabbi Yochanan Zakkai zegt ook dat het van de Torah is. Iyur Savar, Rabbi Yochanan Zakkai, maar Rabbi Yehuda bedacht dat omdat in die Mishne staat, Rabbi Yochanan Zakkai heeft gezegd, je mag de hele dag niet daarvan eten. Daarom dacht Rabbi Yehuda, dat betekent dus dat Rabbi Yochanan ben Zakkai dit uit zichzelf, midden Rabbanan, heeft ingesteld. Velohi, maar zo is het niet hoor. Midden Oraita kamar. Hij heeft het in wezen werkelijk bedoeld dat het van midden Oraita is. Dus onze hele discussie, die echt leuk is als een denkspelletje, om het een beetje simpel te zeggen, die is eigenlijk helemaal overbodig, want in wezen is Rabbi Yochanan ben Zakkai het eigenlijk met Rabbi Yehuda eens. En hij bedoelt ook te zeggen dat het Midoraita is. En als je vraagt, waar itkin katani, er staat toch, hij heeft het ingesteld. Hij heeft, dat betekent toch dat hij het midden Rabbanan heeft ingesteld. Zegt hij, nee, dat moet je anders verklaren. Mai hitkin, wat is de betekenis van het woord, hij, Rabbi Yochanan ben Zakkai, heeft het ingesteld, dat moet je vertalen als dorash de hitkin. Dat betekent, hij heeft de droosje die hij gehouden heeft, en waar hij het ingesteld heeft, daar heeft hij gezegd, het moet de hele dag verboden zijn, maar je moet dat woord hitkin niet, zoals het in het algemeen wel verklaard wordt, maar hier moet je niet verklaren, de hitkin, hij, Rabbi Yochanan Zakkai, heeft het ingesteld. Je moet het hier verklaren als, daras we hitkin, toen de Rabbi Yochanan ben Zakkai een droosje hield, en dingen die ingesteld zijn, vermeld heeft, genoemd heeft, toen heeft hij ook vermeld, dat je de hele dag van de 16e, die nieuwe oogst nog niet mag eten, maar hij heeft het
vermeld en niet zelf ingesteld. Want hij was ook van overtuigd dat je dat etsemaymaze moet vertalen met tot en met de hele dag. En dan kom je uit tot een goede overeenkomst. Dan is Rabbi Yom HaZakai het eens met Rabbi Yehuda. Hij is het eens met de uitdrukking van Rabbi Yehuda dat de Torah bedoelt ad etsemaymaze, je mag niet eten van een nieuwe oogst. De gehele tot en met de hele dag. En als er staat Hitkin Rabbi Yochanan, dan betekent dat Hitkin, hij heeft het genoemd als dat het ingesteld is. Maar de bedoeling van die instelling is, oorspronkelijk is dat van de Torah. Met andere woorden, je hoeft dus in wezen onze hele moeizame discussie van wanneer moet de Beit HaMikdash gebouwd zijn, dat het zo uitkomt, hoef je helemaal niet te voeren. Want Rabbi Yochanan Zakkai is het gewoon eens met Rabbi Yehuda en zegt, nooit en te nimmer mag je van de begin van de dag eten van een nieuwe oogst. Zeker niet als de Beit HaMikdash bestaat, want de omer moest gebracht worden. Maar ook niet daarna en ook niet daarvoor, want er staat duidelijk een pasuk los daarvan, tot en met die hele dag mocht je nooit daarvan eten. Punt uit. Dat is deze hele Mishnah. Ik hoop dat die duidelijk is. Zeker, ja, ja. Ja? Dan ga ik toch nog even verder, want dit is een hele, het was natuurlijk een hele theoretische zaak. Nu gaan we tot de echte praktijk komen. En nu zegt de volgende Mishnah het volgende, en dat brengt ons eigenlijk tot onze hele instelling van Rosh Hashanah in onze tijd. Barishona, vroeger, u weet, vroeger hadden we geen vaste kalender, en vroeger werd Rosh Chodesh werd dus ingesteld op grond van getuigen die moesten komen naar Beit Din, naar Sanhedrin. Die moesten vertellen, we hebben de nieuwe maan gezien. En dan werden ze helemaal geëxamineerd of wat ze gezien hebben, of dat wel juist is, of het niet iets anders was geweest kon zijn. En wanneer iedereen ervan overtuigd was dat het inderdaad de nieuwe maan was, dan zei de Beit Din, zei Mekudas, deze dag, vandaag is Rosh Chodesh. En dat betekent dus, men wist wel dat het maanjaar zo ingesteld was dat iedere maand bestond uit 29 of 30 dagen. Niet zoals het zonnejaar 30 of 31 dagen, maar 29 of 30 dagen. En ten einde te zorgen dat de seizoenen, dat de Jontof niet buiten allerlei seizoenen gaat vallen waar het niet voor bedoeld was. Dus Pesach moest in de lente blijven, Sukkot in het najaar, et cetera. Werd uiteindelijk, toen de kalender wel ingesteld werd door Hillel, heeft het zo ingesteld dat in ieder cyclus een aantal schrikkeljaren voorkomen. Die schrikkeljaren die bestaan dus uit een extra schrikkelmaand die dan ingevoegd wordt. En op die manier kon je bereiken, en het is nu al 2000 jaar goed gegaan, kon je bereiken dat het allemaal prima loopt. En ik geloof dat het was het niet zo, dat over nog een keer zoveel duizend jaar, dat er dan een verschil optreedt van enkele seconden. Dus met andere woorden, het is een geweldig werk geweest, maar ze waren heel erg op de hoogte van de astronomie vroeger, dat dat zo ingesteld kon worden, dat dat eigenlijk, dat geldt. Want ik heb wel eens gezien, misschien nu ook wel, soms is het zo dat inderdaad Rosh Chodesh is het echt een nieuwe maan. Dus je ziet hem nog net niet, of je ziet hem als een hele kleine sikkel. En soms is de molat al 2 dagen eerder. En dan zie je inderdaad, met Rosh Chodesh, zie je al een iets grotere sikkel. Maar dan een maand later zie je hem weer heel klein. Dus het corrigeert zichzelf steeds. Het is een heel interessant fenomeen voor degene die daarin geïnteresseerd is. In ieder geval. Maar toch, we hebben ook in de Yeshiva Specialam in Shiur gehad van Rav Guri Dunner. Die heeft gesproken over het vermijden van het vallen van Yom Kippur op vrijdag. En dat daarvoor de kalender een dag zou verliezen. Ja, klopt. Met andere woorden, het is geen kalender die voor altijd kan gelden. Want de eerstvolgende keer, ik heb echt geen idee wanneer Yom Kippur weer op vrijdag zou kunnen vallen, zou dat dus weer gebeuren. Ja, dat klopt. Maar de meeste, er zijn
er zijn een aantal feesten die dus niet op bepaalde dagen kunnen vallen. Maar inderdaad, met Yom Kippur is het een probleem. Er zijn ook, in de Shulchan Aruch komt zelfs voor dat er waren mensen, ik weet niet of vandaag dat nog iemand überhaupt doet, maar er waren vroeger mensen die 2 dagen Yom Kippur hielden. Ook ja, echt een soort... Een must was dat in die tijd, ja. Nou, donderdag en vrijdag, ja. Omdat donderdag en vrijdag. En dan spreekt namelijk de Shulchan Aruch spreekt er dan over, als iemand dat doet omdat hij het op zich genomen heeft, maar zijn echtgenote doet het niet, want hoeve doet het misschien niet, dan is het de vraag of hij mocht eten uitgaande zijn Yom Kippur, wat die vrouw voor hem op zijn Yom Kippur heeft klaargemaakt. Daar gaat het in de Shulchan Aruch over. En daar wordt dit ook vermeld. Dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Maar het overgrote deel van de kalender is toch zo goed samengesteld. Ja, je kunt zeggen, ja, goed, het komt altijd zo uit dat Rosh Hashanah kan niet vallen op zondag, woensdag, vrijdag. En Pesach niet op die en die datum. Maar in principe komt het heel goed uit. Maar goed, dan gaan we verder met de Mishnah. In ieder geval vroeger zegt de Mishnah, Mekablin et Edut HaChodesh, Kol Yom, heeft men de Edim, die dus kwamen vertellen wanneer zij de maan gezien hebben, die hebben ze de hele dag, konden die naar Betin komen. De hele dag. Paam Achat, op een keer was het zo dat, en dat moet geweest zijn, de 30e van de maand Elul, zeggen de verklaarders, en moet geweest zijn 30e Elul, nishtanu ha'edim ilavo, toen ze kwamen gewoon niet. Waarom niet? En het gevolg was, nitkalklu alvim bashir. Wat toen gebeurd is, toen hebben de Leviim een fout gemaakt in hun dagelijkse shir, wat ze gezongen hebben bij het brengen van de korbanot. Daar komen we uitvoerig over terug. Het kinu, toen heeft men vastgesteld, heeft men ingesteld, shelo yehu mekablin el atamincha, dat men de edim alleen nog maar zou ontvangen tot de minige tijd, tot de tijd dat het tamid shel ben ha'arbaim, het middagoffer, gebracht werd. En dat is altijd geweest om 2:30 smiddags, en de inbouw edim minamin gaudomala, en wanneer de edim later zijn gekomen, heeft men ze niet meer die dag ontvangen, en dan was sowieso de maand, en dan hebben we het hier speciaal over de maand Elul, was sowieso 30 dagen. En deze dag, Rosh Hashanah en de Rosh Hashanah was dan de volgende dag. Dan gaan we de volgende keer gaan we daar uitvoerig over spreken. En ook wat die kwestie was van dat ze een fout hebben gemaakt met Shir. Het was heel belangrijk. Het is namelijk, het interessante is dat wanneer ze, men heeft op een bepaald moment ingesteld dat ook wanneer de Edim later kwamen, want dat heeft Rabbi Yochanan Zakkai ook weer ingesteld, dat het later wordt, daar kom ik erop op terug de volgende keer, ja, dat de, met terugwerkende kracht de hele afgelopen dag werd als Kodesh, als Yontef beschouwd, maar de volgende dag werd toch ingesteld als Rosh Hashanah, met blazen en alles wat daarbij, en het korben wat daarbij hoort, terwijl de eerste dag was een soort tussendag. Dan komen we er uitvoerig op terug, want het is een heel andere instelling dan wij tegenwoordig natuurlijk met kalender hebben. Maar het is wel een interessante zaak, omdat onze manier van handelen is gebaseerd min of meer op deze Mishnah. Alleen tegenwoordig hebben we dus de vaste kalender, maar dat we die dag van Safek houden en dat we daarom altijd 2 dagen Rosh Hashanah hebben, dat is blijven bestaan. Maar we zullen dat helemaal in extenso, zullen we dat de volgende keer bespreken. Oké? Okay? In het licht daarvan ook uw uitspraak over de tweede dag Yom Kippur. Omdat ja, natuurlijk. Ja. In deze wel. In deze wel. Komt erop terug. Oké, dan wens ik jullie een prettige dag. En gezondheid. En voorzichtig zijn. En niet in de buurt komen van mensen die
misschien ziek zijn, enzovoort, enzovoort. Oké? Okay? En dan voor degenen die daar meedoen, tot morgenmiddag. Ja. Oké, bedankt. Dank u wel. Ik bel u zo even op, dokter Biel. Oké, ja. Okay, ja.